Hi. Hi. Het is vandaag. Welke dag is vandaag? Donderdag? Ja, donderdag. En wij vliegen weer terug naar Malta. En we hebben een goede dag met onze familie, even een week vakantie. Dus dat is heel leuk. Zeker. En Tisha vindt het een beetje spannend dat we gaan vliegen. Nee hoor, dat niet. Het vloggen vind ik hem wel... Maar ik moest net het intro beginnen voor Brechtje, maar dat voelt een beetje apart. Het is apart om hier zeg maar in deze grote hallje zo. Om daar te gaan lopen filmen, dat vind ik een beetje apart. Ach ja. Maar jongens, keep je updated van de reis. Ik wil ook wel betalen. Ja, ik weet het. Ik heb dat wel vaker gedaan. Hier al. Niveau wordt gefouilleerd. Een hele belevenis deze douane. Mama doet sportief. Wij niet. Vooruit maar. Vooruit. Dit is zo leuk altijd. Ja, dat is leuk. Kijk eens. Daar staan ze klaar. Ja, super. Nou, we moeten misschien de bocht daar ook om en dan even die vrienden. Ja, misschien. Ja, ik denk het ook. Leuk hoor. Ja. En dat is ons vliegtuig waar we mee gaan. Weet je dat we een buis hebben waar we erheen kunnen trouwens? Want op Malta moest ik, door zo'n, met een busje weet je wel, gewoon een trapje op. Ja, ben je zenuwachtig? Oké. Hij is al 3 keer aan het steken, weet je wel. Hij is echt super zenuwachtig. Ik ben echt zenuwachtig. Het is meer. Vorige keer moest ik als eerste maar in mijn eentje vliegen. Dat vond ik wel spannend. Doet hij het al? Ja. In de taxi naar ons appartementje toe. We zijn in veilig land. Grappig kijken, want daar ze rijden hier dus inderdaad links. En papa maakte de fout die ik ook maakte de eerste keer dat ik in de taxi stapte. Namelijk, ik wilde er hierin. Maar goed. Dat was punt, hè? Kon het niet? Mocht het niet? Nee. Kijk, dit hier is de... Oh, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Een hele goede middag. Wij zijn aangekomen in ons appartementje. Een beetje... Oh, ja, dat ziet er ook niet uit. Nee. Anywho, wij zijn aangekomen in ons appartementje. En ik zal eventjes een toertje doen, want het is echt super mooi. Ik was eerst heel zenuwachtig, want ik heb niet zo'n goede ervaringen zeg maar, met aankomen in een nieuw appartement op Malta. Maar dit is echt een super mooi appartementje, dus ik ben heel opgelucht. Ik zal eventjes een toertje doen. Kijk, hier slapen Ties en ik. Scherpstellen. Ja, dus dit is mooie kamer. En ook allemaal heel modern. En dan kom je hier, dit is de voordeur, zeg maar. Dit is de tv-kamer. Gezondheid, pap. de keuken. Even kijken, met een keukentafeltje en alles. Dit is papa en mama's kamer. Hallo. Hoi. En de badkamer dus. Dat is allemaal dik voor elkaar. Dus ik ben... ik ben helemaal blij. Wij gaan nu even naar de winkel. En dat is wel leuk, want ik zal even laten zien welke winkel dat is. Want ik ga heel vaak met Esther in deze winkel. Nee, dat is een hele skere winkel deze. Waarom gaan we niet naar die? Nee, liever de andere kant op. De convenience store. Ja, dit is mijn winkeltje. En waar is jouw appartement? Die is dan onderaan de straat. Ja, dat is een beetje direct aan de kant.
partywinkel. Hoi. Hi. Het is even later. En wij zijn nu onderweg naar Mamma Mia. We gaan lekker uit eten. Ja. En ik heb mijn papa eventjes mijn appartementje laten zien. En wat niet, ik bleef buiten staan. Oh ja, die is ook. Mijn gezin. Wel. Ja, gezin. Nee, familie. Mijn fam. Oké, maar goed, we gaan in naar Mamma Mia. En ja. Dat is een... Je hebt dit nog nooit gefilmd, weet je dat? Oh, ga ik het nu filmen? Ik doe het wel, want ik bedoel, het is mooi, man. Het is mooi, man. Heb ik dit nog nooit gefilmd? Nee. Ja, nu is het nogal donker, maar... Ja, man. Het is wel een beetje. Mijn handsome brother. Ik denk dat wel papa en mami daar. Ja. Yes. Jongens, wij hebben lekker eten besteld. En papa, ik en mama hebben allemaal de spaghetti marinara. Oeh, daar komt die ze eten aan. Thank you very much. Zo lekker. Thank you very much. Nou, het ziet er verrukkelijk uit. Eet smakelijk allemaal. Ja, lekker, dank je. Goedemiddag. Hallo. Hallo, het is vandaag vrijdag. En we gaan shoppen vandaag. We zijn vanochtend al even naar Lidl geweest. We gaan nu naar The Point, dus dat is wel leuk. Waarschijnlijk kun je niks van. Nee, het is een hard windje. Het is een hard wind. Ja, nou goed, we zullen zien. Oh, ja hoor, we zijn weer bij een massage stoel aanbeland. Je ziet er leuk uit met die achtergrond zo. Aanbeland in Esprit. En deze voorbijganger heeft iets... Echt waarom, Ties, waarom? Ja. Soepel. Oh my god. Dat is wat hier aan de gang is. Hallo. Hi. Het is vandaag zaterdag. Ja, thanks. En we gaan Medina bezoeken. En Medina. En ik ga zo meteen even een mooie laten zien. Waar Game of Thrones opgenomen. Dat is een hele mooie poort. Dus de stadspoort. En ja, dat is heel mooi. Dus ik zal het even laten zien aan jullie. Dit is de main gate van de hoofdstad, toch, pap? Dit was de vroegere hoofdstad. Pap, waar de vroegere hoofdstad van? Maar van Game of Thrones dan, pap? Ja, ook. Dit is de hoofdstad. Ja, dit is de gebruikte stad. Oké, ja. Papa is de Game of Thrones kenner. Ja, helemaal zeker weet ik het ook niet, hoor. Oh, nou goed, maar ik volgens mij wel. Ja. Het is echt prachtig. Ja. Die fan die leeft op Tyrion. Op die dwerg. Zo'n fan die leeft op die dwerg. Oh, het is echt prachtig. Ja. Klopt, dat is zo. Ja, ze zijn toch aan het draaien. Oh, dit was een volwassen fan wel, maar dat was... Kijk, dat is ook mooi. Hij was iets groot. We zijn in de kathedraal van Emilina. Wij zitten bij de Fontanella. Proost. Mama heeft een lekkere strawberry meringue. Tijon heeft een chocolate... Hazelnoot caramel. Oh ja, nou, lekker. En ik heb een Marie cake. Nou. En ik dus weer aan de lijn, hè? Ja, papa doet aan de lijn. Ja, proost. Die is even boven aan het kijken. Hè? Die is even boven aan het kijken. Ja, lekker wel dat we binnen hebben gezeten. Ja, sowieso. Het is wel lekker windy. Ja. Oeh, dit is best wel mooi. Mama, dit hier rechts verwacht je echt niet dat je... Ik vind dit mooi. Bloempies.
gaat iets komisch. Dat is mijn papa gezegd. Gelukkig ben je niet zelf hilarisch. Hè? Hoi. Ga je mee? Oh, het is ook mooi als je een straatje. Dat wordt wat, ik denk niet dat ik het hoor, maar hè, alles aan missen we deze beelden. En dat is in de Irish pub en dan wordt ze aan elkaar ook gedaan hierachter. Dat ik de Irish pub laat zien. Ja. Met lekker biertjes. Dames en heren, nu is iets heel bijzonders in een karaokebar in Malta. Ga je dus aan genieten van Africa, van Toto, gezongen door niemand minder dan Rekje en Tijan Bijman. Yo. Goedemorgen, ja bijna middag. Het is bijna 12 uur. Het is vandaag zondag 31 december. Het is dus een ongelooflijk belangrijke dag. En hoe brengen mijn kinderen die dag door? Jawel, in bed. Ik ben voor mijn kijkers de vlog aan het maken hoor. Ja, zie je altijd weer met een goede uitvlucht als vloek. Uitvlucht. Hey, daar ligt nog iemand. We gaan een quiz uitschrijven. Is dat A, onze hamster? B, de hond die we nooit hebben mogen hebben? Of C, toch? Ja, het is die Jan Wijman, want het is ongelooflijk. En daar, kijk, daar ligt mijn dochter. Mooi. Ik ga het hierbij laten, dames en heren, want dit is al schokkend genoeg geweest. Ik hoop dat het... verder aan. Okay. Pretje. Goedemorgen jongens. Nou, zoals jullie hebben gehoord is het vandaag 31 december. Het is zondag. Ja, ik heb nog geen make-up gedaan verder. En ik ben een vlogje voor jullie aan het bewerken. En we hebben altijd echt dikke lol, dus dat is leuk. Good morning guys. Nou, dat waren de eerste paar dagen op Malta met de familie. Dat was echt heel leuk. En nou ja, zoals jullie zagen was het karaoke. Karaoke was, ja, ik weet niet of ik nog veel meer moet zeggen. Het was in ieder geval wel leuk om te doen. Dus, anywho, het is dus vandaag 31ste, dus ik wil bij deze vlog afsluiten. Ik wens jullie heel veel plezier vanavond en alvast een heel gelukkig nieuwjaar. En ik zie jullie weer bij de volgende vlog. Doei!